15 jaar op rij dat dit gauw hoor. Maar niet met zoveel mensen tegelijk. Het is nog niet eens 12 uur. Nee, maar ik was hier om 8:15 en toen schrok ik er al van. Want ik dacht van, ik ben een van de eerste. Maar toen was het al heel erg druk. U moet toch een draaiboek hebben van zoveel te veel mensen komen? Het lijkt nou een beetje paniek over, stoppen ermee. Ja, maar er is een draaiboek van als er meer dan zoveel mensen op tijd zijn, dan stoppen we. Dat is niet echt de oplossing. Ja, we stoppen. Je kunt het niet anders. Ja. Dat er niet gewoon gezegd moet worden bij 10.000 mensen, joh, klaar. Ja, maar wie houdt het bij, hè? De organisatie? Ja, de organisatie. Ja. Maar ja, dat doen ze niet. Dus, nee, dus eigenlijk is het fout van de organisatie? Nou, je hoort het maar niet zeggen, maar het is wel zo. Nou, ik hoor het u eigenlijk wel zeggen. Het is wel zo, het is wel zo. Als ik geweten had dat het zo druk was geweest, dan was ik hier niet gekomen. Want ik wil toch een beetje doorschaatsen. Maar ja, nee, jammer. Als we dit dan niet kunnen organiseren, dan kunnen we toch Elfstedentocht helemaal niet organiseren? Ja, dat kan ook niet. Ja, maar de Elfstedentocht gaat over 200 kilometer. Yeah. En dit is 25 kilometer. Ja, precies. Als we dit dan niet kunnen, kunnen die Elfstedentocht toch helemaal niet. Als die zou komen, zou het levensgevaarlijk worden. Dan moet je volgens mij de hele politiemacht van Nederland te neerzetten. Er zijn duizenden mensen hier vandaag voor niks naartoe gekomen. Ja, maar dit is toch niet anders? Normaal kent Wanneperve nooit iemand. En nu, ja. Nu wel? Ja, precies. Dus, Als je bent er wel blij mee? Nou, wat dat betreft ben ik er wel trots op, ja. Wanneperve, de plek waar ze geen schaatstocht kunnen organiseren. Nou, dat wil ik ook niet zeggen. Het is een beetje als die mop. Weet u die schaatstocht die zou zijn? Ja, die ging niet door.